hoofdkapje op, vergrootglas erbij, handschoentjes aan en het feest kan beginnen. In de Luizenkliniek in Oudekerk aan de Amstel is het serious business. Er zitten hier een stukje gaatjes in. Die geleiden de warmte goed naar het hoofd uit, waar de luizen en de neten zitten. Dus we gaan hem er nu opzetten. We bouwen een tunneltje van het haar, zodat het goed de warmte geleidt. En dan bewegen we het kopstuk over de hoofdhuid, waar de luizen en de neten zitten. En wat gebeurt er dan? Dan drogen ze gewoon uit. Heb jij vaak luizen? Ja, heel erg vaak. Ik heb het al 3 keer gehad. En wat vind je daarvan? Niet fijn. Er wordt in Nederland geen onderzoek gedaan naar luizenplagen, maar bekend is dat er bijna geen kind aan luizen ontkomt. En meestal blijft het niet alleen bij de kinderen, ook veel moeders en middelbare scholieren zijn vaak aan de beurt. 4 à 5 keer per jaar is er een plaag op school en dat grijpt enorm om zich heen. Maar er is spul voor. Ja, maar dat is niet afdoende, helaas. De luizen zijn zo resistent geworden tegen middelen. Ongeveer op zijn max 53% komt er af door aan de hand van lotions en kammen. Maar er is ook een groot percentage wat er niet afkomt. Na het uitdrogen van de luizen en neten worden alle dode beestjes nog verwijderd met crèmespoeling en een speciale kam. Een behandeling duurt ongeveer 2 uur en kost €99, maar dan ben je er ook vanaf. De vraag is alleen, voor hoe lang?